en het telecommunicatiebedrijf Suriname. Telesur heeft gisteren 92 jubilarissen bedacht. Het gaat om personeelsleden met 12,5, 20, 25, 30, 35 en 40 dienstjaren. Telesur heeft ook 34 gepensioneerden uitgezwaaid. We brengen nu enkele fragmenten van het drive-thru-evenement. 35, 30 jaren bij hetzelfde bedrijf. Hoe waren die jaren? Het is vallen en opstaan, maar toch, we are the best. Hoe waren die jaren? Ja, prima. Gelukkig, ja. Alles goed. Ja. Nou, hoe waren die jaren? Nou, er waren ups en downs en zo, maar ja, doorbeten. Het waren heel goede jaren. Ik heb behalve dat ik me heb kunnen inzetten, heeft Telesur heel veel voor me betekend. Ik ben gevormd, behalve door de leidinggevende, ook door collega's. Het is een andere levensfase voor mij geweest. Ook opleiding, ze hebben gezorgd voor opleiding. En groeimogelijkheden heeft Telesur altijd voor gezorgd. Dus ik mag Telesur heel veel bedanken. Enkele gepensioneerden vertelden over hun jarenlange ervaring binnen het telecommunicatiebedrijf. 40 jaar, is dat? Wauw, hoe was het? Hoe waren die 40 jaar? Nou, ik heb het als leuk ervaren hoor. Ik heb altijd hard gewerkt. Ik hield van mijn bedrijf. En nu is het lekker ontspannen thuis. Ik heb 38 dienstjaren en nog een paar maanden gemaakt. En hoe waren die? Heel, heel leuk, heel leuk. Ja, ik heb mijn leuke dingen meegemaakt en ja, het is erop. Het moet eruit. Ik heb 31 dienstjaren, ik ben nu met pensioen. Ik heb de gerechtige leeftijd van 60 jaar. Oh my god, je ziet eruit als 55 of minder. Ja, godsgenade, Gudu. Want de tekkel zei tikkie naar Telesur. Nou, godsgenade. Maar ik heb prettig gewerkt. En ik wil de jeugdigen zeggen die nu achter zijn gebleven, laten ze hun beste beentje voor zodat Telesur mag blijven bestaan. Laat ze niet iedere keer denken wat heeft Telesur voor ons, maar laat ze weten wat hebben zij voor Telesur dat dit bedrijf kan blijven groeien. Directeur Mike Antonius en Sanjay Raghubar Singh, president-commissaris van de Raad van Commissarissen van Telesur, hadden ook een boodschap voor de jubilarissen. Laten wij leren uit wat de afgelopen periode ons heeft meegebracht. Laten wij daaruit de toepassingen meenemen voor 2022. En dat betekent, we moeten samenwerken, samenbundelen, ongeacht geloof of etniciteit. Aan alle telesuurders, ik moet zeggen, ik ben ontzettend verrast om te zien hoeveel mensen eigenlijk hun hele arbeidend leven spenderen bij Telesur. Ik vind dat wel een prettige gewaarwording met te zien hoe gemotiveerd de mensen dat doen. Je zag achterin volgens Mike Antonius, directeur van Telesur, en Sanjay Raghubar Singh, hij is prescom bij Telesur. Van de 92 jubilarissen waren er 45 personeelsleden met 30 dienstjaren. Proficiat, jubilarissen.